Het is 1 april, de dag van de grap en waarbij iedereen voor de gek gehouden wordt. En ik heb speelgoed waarbij voor de gek houden een hele belangrijke rol speelt. Maar blijf kijken. Heb jij wel eens een show van een goochelaar of een magier gezien? Dat is iemand die dan met een heleboel gebaren en interessante doenerij allemaal trucjes aan een publiek laat zien. Trucs die je misschien wel voorbij hebt zien komen, zoals een vrouw doorzagen. Ja, dat is natuurlijk niet echt. Iets met kaarten of met een stok. Toveren kunnen natuurlijk alleen tovenaars in films, maar een goochelaar doet dus net alsof hij kan toveren. En ik zit dan altijd in het publiek en dan zit ik heel goed op te letten van hoe dit trucje nou in elkaar steekt. En heb ik ooit door hoe het werkt? Nou, ik kan je vertellen, nee! En ik heb vandaag speelgoed waarbij jij de goochelaar kan zijn. Wauw, moet je nou eens even kijken. Dus in deze doos zitten zoveel magische goocheltrucs en ze worden ook nog allemaal uitgelegd. Zodat jij zelf de goochelaar bent en jouw publiek lekker voor de gek kan houden. Oh, ik kan niet wachten. Dus even kijken wat er allemaal in zit. Ik heb hier dus allemaal toptrucs van een echte goochelaar. Ik zie bakjes, ik zie hele gekke kaarten. Ik zie hier pinnetjes, ik zie konijnen, ik zie hele kleine harige balletjes. Oké, ik ben heel benieuwd waar dat voor nodig is. Maar één ding wat je echt super vaak ziet bij een goochelaar, is natuurlijk zijn goochelstaf. Nou, er zit dus een boekje bij waarin er in verschillende talen wordt uitgelegd hoe nou precies alle tricks werken. Ja, natuurlijk wat niet kan ontbreken aan de uitrusting van een echte goochelaar zijn natuurlijk kaarten. Een beetje aan mijn snelheid werken. Deze truc heb ik dus net hierin gezien. En ik heb hier een stok. En dit is geen gewone stok. Nee. Deze stok kan ik laten zweven. Maar in werkelijkheid. Ja, dan vind ik leuk dat ik dit kan. Ik kan gewoon een goocheltruc. Vind ik echt super leuk. Oh, wacht even. Ik heb er nog even. Wacht even. Nog even een zweeftruc. Huh? Hoe kan dat? Oh ja, deze is ook heel erg goed. Ik heb hier een veer met een ring eraan. En die ring, die moet er van af, maar hij zit vast. Als je het ringetje nou een kwartslag draait, dan kan je de ring heel goed van de spiraal afkrijgen. Nooit geweten hoe zoiets werkt. Ik heb hier 3 balletjes. 1, 2 en nummer 3. En ik heb hier 3 cupjes. Die, deze en deze. We pakken even de middelste. Die leg ik hier op de blauwe. De rode erbovenop en de gele erbovenop. Moet jullie even blazen. Hoe kan dat? En dat is het geheim van de goochelaar. Kortom, ik moet echt ontzettend goed nog oefenen om alle trucs er gelikt uit te laten zien. En zodat niemand mij doorheeft, laat me even weten welke trucs jij allemaal beheerst. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Doeg! Oh.